Wil jij goedkoop, snel en betrouwbaar FIFA coins kopen? Ga dan naar www.coinsfifakopen.nl en gebruik de code Milan voor 7% korting. Ja, zo. Yo mensen, mijn naam is Matty en dit is FIFA Fridays. Dit is de 49e aflevering, dus ik wens jullie veel kijkplezier. Maar laten we deze aflevering beginnen met een zeer, zeer trieste mededeling. We gaan afscheid nemen van Dix. En dat kunnen we niet anders doen dan met het Dix liedje. Wat vind je nou eigenlijk zelf van dit liedje? Is leuk. Ja, toch? Ja, zeker. Nou, als er iemand weg is, Dix wel te verstaan, moeten we een vervanger hebben. En dat wordt Bruno Martins Indy. Hé, maar Bruno, jij zit nu bij Broodje Bal. Wat zijn nou jouw ambities hier? Mijn ambitie is natuurlijk, de eerste plaats. Maar ja, we moeten het altijd nog laten zien. Zo simpel is het. Jij gaat voor de titel. Dat zeg ik niet. Dat is mijn ambitie, maar... De ambitie is de eerste plek, maar het is niet de titel. Ja. Oh, ik kijk deze clip voor de zesde keer en dat blijft te geniaal. Dan koop ik ook nog Virgil van Dijk. Dan hebben we in één keer een superziek centrum. Dan koop ik verder ook nog Daryl Janmaat en Michel Vorm. Maar dan de belangrijkste aankoop van allemaal. We kopen Louis. Zeg maar doei tegen Ron Jans van Gaal. Ho, wat is dit? Martin Zinni wordt getackled door Van Gaal. Heb je dat gedaan, Louis? Heb je Martin Zinni getackled? Ja. Oh no. Hij raakte je aan, hè, Bruno? Hij raakte me. Nee, ik dacht dat hij een zwalbe maakte of zo? Nee. Hij raakte me. Maar hij wel vaker heeft hij dat gedaan. Oh, dat is smerig. Maar door deze leuke aanraking ben je dan nu gay? Indirect. Pas op bij mijn naam, Indy. Dat is wel leuk. Virgil van Dijk, Bruno Martins Indy. Doei, Ronnie Stam, let's go, ja, man. En dan als laatste zijn we eindelijk af van Bassie. En ook nog Louis van Gaal wordt erin gezet. Exit, Ron Jans. See you later, buddy. Dan moet ik tegen dit team met het team wat ik heb. En dat is dit team. En dan moet ik tegen dit team en met Jan Vertonghen. En nog meer. En met Jovetic op middenveld. Maar deze wedstrijd begint lekker, want hier is Klaas-Jan Huntelaar. En hij doet niks en hij schiet hem erin. Oh, ik ben zo blij met die man. By far de beste speler die ik heb. Maar dan gaat Seven Q zijn waarde laten zien. Seven krijgt de bal aangespeeld. Het middenveld gaat rennen. En hij haalt van Poes. Bij deze is hij echt genomineerd voor het winnen van de gehakte Ballon d'Or. Want ja, die verkiezingen beginnen soon weer. Oh, naar. Dat is leuk. Nou, dat vind ik niet leuk voor hem hoor, Dix. Dan is hij de man die helemaal kapot is van moe. Dirk Kuyt. Hij kapt ze uit. Hij sleept ze er voorbij. Weer iemand voorbij. Voor de derde keer kapt hij ze maar uit. Dan is hij door en niemand kan hem pakken. Maar dan schiet hij naast. Jij lacht echt overal om, hè, gozer. Dan blijft het 1-0, maar dan gaat hij hier op de keeper af. En dan is hij de eerste kans. Die wordt gehouden door Vorm. Nog een schot, weer Vorm. Nog een schot van de lijn gehaald door niemand minder dan Bruno Martins Indy. Ja, dat vond ik gewoon hartstikke mooi. Wat zijn ook wel je ambities, Bruno? Ja, eerste plaats. Jij gaat voor de titel. Dat zeg ik niet. Dat is mijn ambitie. Ambitie is de eerste plek, maar het is niet de titel. Ja. Ja, je vond hem zelf ook leuk, hè? Ja, dat vond ik gewoon hartstikke mooi. Oh, maar zie dit dan. Corner van hem. Oeh, en oh, die wordt vies net van de lijn gehaald. En uiteindelijk komt hij hier bij weet ik voor wie terecht. En die schiet hem en weer is daar voor hem. Wauw, die man keept een wedstrijd. Daar word je bang van. Volgende corner wordt weer genomen. Deze keer kort. Zie ze keeper daar koekeloeren. Wat doe je daar? Slaat nergens op. Vorm met weer een redding. Hij schiet hem weg, maar het gaat weer verkeerd. Vorm weer een redding. En oh, dan ligt het helemaal open. Zeefuik zonder energie. Tikt hem op Huntelaar zonder energie. Heeft genoeg energie om zijn man voorbij te rennen. En dan is het doel helemaal leeg. Wat een goal. Dit is pure klasse. Pure Klaas. Klaas-Jan Huntelaar. Golasso. Ja, dat vond ik gewoon hartstikke mooi. Ik vind helemaal hartstikke mooi. Ja, dat vond ik gewoon hartstikke mooi. Ja, leuk hè, ja. Dat is leuk. Hey, yes, de eerste drie punten. Waarom doe ik alles zo herhalen? De eerste drie punten zijn binnen in divisie Achtos, de Bachtos. Ah, en dan is het tijd om wat contracten te kopen. Deze. Bruh. Ik koop dit contract. Dan koop ik deze. Nou, nu deze dan. Yes, het is gelukt een contractje te kopen. En nog één. Oké, dan heb ik nu een quiz voor jullie, hè. Luister. Ja, klopt. Is dit A, een 60-jarige vrouw die al 80 jaar gerookt heeft? Is dit B, een 80-jarige man die gewoon een beetje een kutstem heeft? Of is dit C, de 19-jarige Quincy Promes? Het is inderdaad C. We kopen hem nog ook. Ja, klopt. No offense richting een van de weinige Nederlandse talenten die we nog hebben, hoor. Maar ik vind wel een beetje een frappant stemmetje hebben. Hé, maar hoe kom je nou eigenlijk aan die stem, Quincy? Hij is eigenlijk uit een voetbalspelletje FIFA.
En daar heb ik hem van gepikt. Een stem heb je van een FIFA gepikt? Nee, eerlijk, waar hij het echt over heeft is dit. Die heeft hij uit een voetbalspelletje gepikt. Copyright! Nee, maar Bruno, wat is nou je ambitie bij Broodje Bal? Ik weet het nog steeds niet. Ja, eerste plaats. Maar ja, we... Nou, iedereen mag in een deuk. Ja, dat vond ik gewoon hartstikke mooi. Dan betekent het ook dat het een filmpje is afgelopen. Ik wil jullie even serieus bedanken voor bijna 20.000 likes op de vorige FIFA Fridays. Jullie zijn allemaal zo benieuwd naar het geluidje wat er elke week... wat ik elke week verander als je op like klikt. Vorige week was het pannen! En nu hoor je... Hartstikke mooi. En als je geluk hebt, springt Maarten Sinnie zijn gezicht ook nog in beeld. Thanks voor het kijken. Een duimpje wordt altijd gewaardeerd. Toch? Nee. Ha, ciao. Dagelijks HD. Dagelijks HD.